Programmamaker Maxime Hartman was zelf proefkonijn in het realityprogramma Expeditie Robinson. Hoe hij dit sociale experiment heeft ervaren, vertelt hij aan Holland Dok 24 in een gesprek over groepsgedrag, groepsdruk en verveling. Ik ben uh, Maxime Hartman. Ik heb uh, meegedaan aan het programma Expeditie Robinson. Dat is een, uh, ja, een tv-programma waarbij uh, je moet zien te overleven. In werkelijkheid is het een. Uh, is ook wel iets van een sociaal experiment, want je wordt met totale vreemden op een uh, op een onbewoond eiland gedropt en uh, moet je maar zien uh, te redden. Um, ik was als een van de oudsten ben ik tot uh, leider gebombardeerd. Dus uh, nou, dit ben ik dan. En um, ik werd in mijn eentje op zijn eiland gezet. Dit is trouwens nog een mooi eiland vergeleken met uh, hoe het uh, in werkelijkheid was. Want het was gewoon ja, dat is net als hier gewoon niks. Hier hangt nog volgens mij een kokosnoot. Of hier, een paar. Op het echte eiland was helemaal niks. Ik geloof dat het anderhalve dag geduurd heeft. Toen kwam uh, de rest van mijn team. Het waren uh, zeven. Zeven anderen die kwamen aan. En dat waren vier Belgische dames. En drie, uh, geloof ik. Ja, drie Belgi Nederlandse heren. Ik ben even kwijt wie deze achtste ook alweer is. Ja, ik was met zeven joh. Misschien was die achtste er toch wel, of Dat het niet Stefanie. Stefanie Tatjana. Nee, ik weet het niet meer. Ik zit de hele tijd te denken wie die achtste deelnemer was, maar volgens mij was hij er gewoon niet. Of het was een heel erg uh, zuidloos figuur die ik ben vergeten. Wat leuk, ik help ze uit de boot. En uh, nou, toen was het spel eigenlijk begonnen. Op Expeditie Robinson uh, worden de deelnemers in twee kampen uh, verdeeld. Ik zat in kamp Noord. Je staat hier dan voor de rode. Je hebt kamp Zuid, die zijn nu geel. Um, wat er gebeurt als, als er twee kampen zijn, is dat je dus um, op een soort kunstmatige manier uh, een collectief gaat vormen. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde als met voetbal. Je speelt in een team, het zijn niet eens misschien allemaal je vrienden, maar omdat je een tegenstander hebt... ...ontstaat er zoiets als een team-spirit. Dus dat ontstond bij ons ook wel, omdat er ook een soort competitie-element... Eh, ...om de zoveel dagen in zat waarbij we tegen elkaar moesten strijden. En de winnaar eh, die was veilig, de verliezer eh, moest iemand uit hun eigen team wegstemmen. Dus er was ook wel een soort... Eh, er stond iets op het spel. Ik heb hier twee teams neergezet. Dit staat even voor de Nederlanders en dit voor de Belgen... Uh, in de praktijk waren die natuurlijk niet zo gescheiden, want die zaten gemixt. Maar in, de, in theorie uh, vond ik wel dat de Belgen echt elkaar opzochten en de Nederlanders daardoor elkaar ook. De Belgen die waren best wel stiekem, eigenlijk vanaf dag één, door uh, pakten te sluiten en afspraken te maken om uh, Nederlanders eruit te krijgen. Met name sterke Nederlanders. En um, ja, ik heb niet alles meegemaakt op het eiland, maar toen ik het terug uh, zag op tv, werd ik er echt misselijk van gewoon. Wat een schijnheilen zeg. Ongelooflijk. Ik ben ook blij dat we het WK niet samen gaan organiseren. Eén of twee Belgen, Sugar, die bokser, en, en uh, Anthony, die heb ik later nog leren kennen, die waren wel oké. Okay, maar die lieten zich ook heel erg beïnvloeden door een groep. Het lijkt wel of Belgische mensen minder in staat zijn om groepsdruk uh, te weerstaan. In deze opstelling uh, staan uh, de rode pionnetjes even voor de vrouwen en de, de, de blauwe voor de mannen. Um, nu lijkt het erop alsof we heel erg tegenover elkaar stonden. Nou, ik vond dat uh, absoluut niet het geval. Um, ik vond nationaliteit en uh, zoals België of Nederland eigenlijk van veel grotere invloed dan uh, geslacht. Er liepen best wel uh, wat mooie vrouwen op dat eiland rond. En ik ben zelf niet vies van vrouwen, laat maar zeggen. Maar gek genoeg, op zo'n eiland, als je eigenlijk niks eet, en ik had ook nog eens een keer slaaptekort. Dan verlies je je interesse voor het andere geslacht vrij snel. Want ik had van tevoren nog gevraagd: kan ik eventueel van mijn toekomstige prijzengeld een prostituee laten komen als de nood hoog is? Maar ze zeiden: Nou, dat is vast niet nodig. En ik moet ze gelijk geven, want ik heb, na een week heb ik nog wel eens gekeken of er nog wat leven in de broek zat. Maar ik moest echt mijn best doen om uh, zeg maar, daar nog uh, wat leven in de brouwerij te krijgen. En hier gingen we een bed bouwen met z'n allen. Ik had een keer s'nachts, toen werd ik wakker en toen was ik zo bang. En toen, toen dacht ik, ik word gek. En ik, ik wist nog, één klein stukje in mijn hersens is nog normaal. Dat realiseerde zich nog van, je bent gek aan het worden. En de andere uh, zeg maar uh, 70% of 80%, die was gewoon helemaal knettergek al. En ik dacht, ja ik, dit heb ik er niet voor over. Ik wil niet een psychose krijgen of wat dan ook. Dus toen ben ik echt uh, naar het andere kant van het eiland gegaan. En daar zit s'nachts een stagiaire voor noodgevallen. En die werd heel moeilijk wakker. En toen zei ik, ja, ik, ik, ik voel me niet prettig, ik voel me angstig. Terwijl ik dat van nature niet ben. En uh, kan je alsjeblieft de dokter bellen. En toen mocht ik even op, op een stretcher liggen buiten bij hem. En toen voelde ik me toch iets relaxter, Dus ik lag daar zo. Ik, ik, ik voelde me eindelijk wegdommelen. Op een gegeven moment werd ik wakker van iets gekriebel. Toen keek ik op, zat er zo'n grote rat op mijn poot. <laughs> nou, dat is ook niet bevorderlijk voor je nachtrust, zulke dingen. Ik had ook helemaal geen behoefte meer om mensen te provoceren of uit de tent te lokken. Terwijl dat mijn handelsmerk is. Dat is ook de reden waarom ze mij hadden gevraagd. Omdat ze dachten dat veroorzaakt veel vuurwerk. Maar na een dag of zes was ik gewoon een vadoek. En was ik alleen maar een beetje aan het zorgen en eten aan het jatten. Aan de uiterste kant van het strand was een tent gebouwd voor de cameraploegen. Zodat ze daar even konden uitrusten, lunch, et cetera. Nou ja, dat is natuurlijk heel verleidelijk om daar eens te gaan kijken. Ehm. Um... Toen zag ik op een gegeven moment uh, dat ze ook uh, zaten te lunchen en zo. En op een gegeven moment heb je zo'n honger. Dus toen heb ik die cameraploeg zeg maar weggelokt door te zeggen dat er een hele mooie dieren aan de andere kant van het strand zaten. En ben ik zelf gaan rommelen in die tent. En toen zat, kwam ik op een grote kist. Die zat op slot. En toen, een paar uur later heb ik ze weer, uh, waren ze weer weg. Dan heb ik nog een keer in die kist gekeken. En die kon ik heel aan de hoek, een klein stukje omhoog duwen. En kon ik met mijn arm er zo in. En toen voelde ik... Allemaal dingen zoals medicijnen, accu's. Uh, en toen prent voelde ik iets zachts en toen was de sinaasappel nou. Mijn adrenaline zat gelijk uh, boven mijn hoofd en ik heb die sinaasappel bijna met schil en al op. En ik dacht, die schil, die schil, ik word gepakt, want je voelt je echt een crimineel. Maar ze kwamen er niet achter en uh, toen heb ik eigenlijk, uh, omdat ik niet gestraft ben, ben ik elke dag uh, op, uh, zeg maar op jacht gegaan naar het eten. En elke dag heb ik eten kunnen jatten van de crew. Dus, en dan nog ben ik in elf dagen iets van 9 kilo afgevallen. Dus ik kan je nagaan als ik dat niet had gedaan. Alleen het is geen goede manier om te diëten. Want je krijgt, daarna krijg je de vreedbuien. Dat is echt niet normaal. Dus als je eruit ligt. dan ga je terug naar het super deluxe resort in Maleisië. Waar echt. Nou, het, is het mooiste hotel waar, waar je maar heen kan gaan. En daar hebben ze koude buffetten gewoon van 200 meter lang. met al het lekkere eten. En dan wordt er gezegd. Uh, doe voorzichtig, want je darmen zijn het niet meer gewend. Dus neem even een kommetje rijst. En dan denk je: oké. Okay. dan doe je dat. ik: ja, dat spijt me heel erg. Dus op een gegeven moment zat ik met bord 7. Met uh, een heleboel MM's met chocoladeijs eroverheen. Gewoon met lepels naar binnen te werken. En alleen maar te kreunen en te, uh, van genot. En de mensen om me heen zaten echt aan te kijken: van, wat is er met die man aan de hand? Zei ik: ja, sorry, ik heb een paar weken niet goed gegeten. En toen dacht ik: waarom filmen ze dit niet? Dat is de grootste bewijs hoe zwaar je het hebt gehad, want je zit echt helemaal als een soort junkie zit je al dat eten naar binnen te werken en alleen maar oh man oh, alsof je een orgasme hebt, ja dat is toch prachtig om te zien, al is het alleen maar voor de aftiteling. Dat vind ik een gemiste kans en ik heb ze ook voorgesteld om of ze dat nou wel of niet zelf willen, dat ik de volgende keer dat ga draaien gewoon. Dat ik wil al die deelnemers gewoon dat eat shot hebben. Dat is echt geweldig.